let's... En het, maar het gaat eigenlijk over iemand die zelfmoord pleegt, dus voor een trein springt. Yes. Nee, maar ja, weet je, het is me een keer overkomen dat de kennis dat deed en ik dacht echt van, ho, dit is best wel heftig. Nou ja, dat is logisch. Maar is iemand dan zo ver weg dat hij dat doet? En ik geloof een beetje in reïncarnatie. Dus dan heb ik wel eens gehoord van, dan ga je weg en dan kom je terug, maar dan ben je een heel onrustig persoon. En dan begin je weer eigenlijk van waar je gebleven was. Dus eigenlijk is het heel dom om zelfmoord te plegen. Dat wil ik even meegeven. Want het helpt niet, denk ik. Ja. Nou goed, dat is een beetje simpel gezegd. Het is een reggae liedje. En dit is mijn broertje Robin. Hey, kleine broertje. Kleine broertje. En Robin zit vroeger altijd in de... Ja, ik zal hem even opzoeken hoor. Ik kom al 15 jaar aan. Maar ik heb hem gevonden. Het kraakt wel hoor, maar dat is de ouderdom. Ligt al niet aan. Ja, nou, mijn broertje die heeft dus altijd in een reggaeband gezeten. En dit is een reggaeliedje. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon vragen of hij het mee wil doen. En jawel, hij heeft na 15 jaar zijn gitaar weer opgepakt en zich de blaren op zijn vingers gespeeld. Pleisters. And here comes your barbed wire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.